huilen. Het is toch om te huilen. De ouderen onder ons weten nog wel wat het was. Farce majeur. In het satirische programma van de NCRV namen Alexander Pola, Ted de Braak en andere klassieke tv-persoonlijkheden in de jaren 70 de politiek op de hak. Geacht Vastvorm, zou ik niet nuttig achten wanneer in alle horecabedrijven blaaspijpjes aanwezig waren, zodat ieder zichzelf kon testen voor hij in de auto stapte? Nee, is volkomen nutteloos. Want iedereen weet dat je na twee borrels dan niet meer in je auto kunt stappen. Dus die pijpjes bij de horeca zouden alleen maar nodig zijn voor mensen die niet tot twee kunnen tellen. En mensen die niet tot twee kunnen tellen, die zijn zo starnakel bezopen. Op Tolen grijpt het CDA hierop terug. Op een ludieke manier, met muziek en zang, worden voorbijgangers geattendeerd op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Ik ben Kees van Dis, lijsttrekker voor het CDA Tolen. En ja, we zijn volop aan het campagne voeren zoals je ziet. We zijn met een CDA majeur team op pad. En we hebben onze speerpunten omgezet in coupletten. En voor elke kern binnen onze gemeente Tolen hebben we coupletten gemaakt die specifiek voor deze kern, op deze kern van toepassing zijn. Nou ja, we zijn met een heel vrolijk stel hier. En we proberen op deze manier de CDA speerpunten onder de aandacht van de Tolse bevolking te brengen. En we waren de campagne aan het voorbereiden en we zeiden op welke manier kunnen we nou het CDA eens eventjes goed neerzetten. En toen zei er een, net als Farce Majeur destijds, en zo is het eigenlijk gekomen. Er moesten ook allemaal liedjes voor geschreven worden. Nou, Kees van Dis heeft al deze liedjes geschreven per kern. Over juist die dingen die CDA heeft betekend voor die kernen. Heel veel werk geweest voor Kees. Ook de tekst en de muziek geschreven. Nou, ik bewonder hem voor dit gebeuren. Nou, we hebben voor alle kernen hebben we sowieso 3 speerpunten die we in elke kern zingen. En ja, het belangrijkste speerpunt vinden we toch eigenlijk wel dat de stank van varkenshouderijen de wereld uit moet. We willen niet de stank van varkenshouderijen. Laat ook niet als dank de lucht van zwijterijen. Ja. We hopen dat we met deze campagne duidelijk kunnen maken waar het CDA voor staat en dat de mensen op ons de komende 4 jaar zeker weer mogen rekenen.